LMC Scholengemeenschap organiseert op het heilige gras van de Kuip een voetbaltoernooi voor alle brugklassers. Gymleraar Tim van Leeuwen van Toren op Mavo in Heerlijkersberg heeft uit zijn brugklas de beste voetballetjes uitgekozen. Nou Tim, sta je dan midden Tim van de Kuip? Ja, dat is nog eens wat anders. Ik kom er niet dagelijks mee. Ja, die kinderen die hebben zich opgegeven. Op school is bekendgemaakt dat er een Kuiptoernooi weer kwam. Sinds 5 jaar is dat niet geweest, dus dat was dit jaar weer voor het eerst. En de meeste gymdocenten hebben een selectie moeten houden en dan de beste spelers daarvoor geselecteerd. Hoe vind je dat om hier in de Kuip te staan? Ik vind het best wel bijzonder, want je komt niet zomaar hier zo. Dus ik vind het ook leuk om mee te maken. Ik heb eigenlijk niet eens echt doorgehad dat ik in de Kuip speelde. Omdat je gewoon zo bezig bent met het voetballen. Fantastisch gevoel eigenlijk, niet te beschrijven. Gewoon een heerlijk gevoel. Juist Kelen, juist! Heel goed! Die is voor jou, Max! Ja, die jongens leren elkaar eigenlijk allemaal kennen. Alle verschillende scholen in Rotterdam, die in Rotterdam en een beetje in omstreken zijn gevestigd. Dus ze leren elkaar kennen en met elkaar dus ook omgaan. Goed schot, bro! Hoe gaat het met het toernooi? Inmiddels staan we in de halve finale. We hebben alle groepswedstrijden uiteindelijk gewonnen en net kwartfinale gewonnen. Dus de jongens doen het fantastisch. Ja. Oh, dat is heel goed! Komt ie weer! Draai op! Na een zenuwslopende halve finale bereiken de leerlingen van Tim via penalties de finale. Ook deze eindstrijd wordt gewonnen. Ook oud-Feyenoorder Benny Wijnstekers heeft een paar talentjes zien rondlopen. Nou, heel veel ja. Ze is wel een mix van hele goede voetballers die er tussen lopen. En dat wisten we ook wel. Er was er een die had voor mij al circa 15 keer gescoord. Dus dat was een goede balans in dat team. Hoeveel goals heb je gemaakt? 13. Wauw. Ja, veel hè. Wat vind je ervan dat dit wordt georganiseerd? Heel leuk. En volgens mij wordt het om de 5 jaar of zo gehouden. Dus ja, het is wel leuk dat ik precies hier mag zijn om de 5 jaar. Ja, dat was Martin van Geel. Meteen een aardige aanbieding gedaan. Dus ik ga zo naar boven. Ja, je bent kampioen, hoe voelt dat? Nou, het voelt echt super. Hadden het nooit verwacht. Heel erg goed. Ja, met de overwinning vooral. Alles gewonnen en één doelpunt tegen, dus het is wel netjes van ons. Zie je jezelf over 10 jaar ook hier spelen in de Kuip? Ja, ik denk het wel. Tenminste, ik hoop het. En ik ga mijn best daarvoor doen. Groot applaus voor de Toren op Mavo!